Goeiedag, dames en heren. Vandaag heb ik een mooie proeverij in Duitsland. En daarvoor hebben we 8 whiskies kunnen selecteren. Maar wel uit het betere werk. Of niet, Scotty? Kijk eens even wat mooi. Hebben we een high five gedaan? Goed zo, jongen. Wat hebben wij? Dames en heren, we beginnen met Flatnose. Flatnose is independent. Wat de wine world is graag, wordt er geïmporteerd. Dit is een blended whisky. Van jongens die komen eigenlijk van die Isle of Islay. Ik heb het nog niet geproefd. Ik ben heel benieuwd. Jij ook, Scott? Goed zo, jongen. Vervolgens doen wij... What can I say? By all the after fucking Peaky Blinders. Een Peaky Blinders whisky. Schitterende serie. Ik hoop dat de whisky net zo is als de serie itself. En dan, dames en heren, heb ik iets heel moois, Scotty. Ik heb namelijk Corner Creek. Corner Creek is een bourbon. En dames en heren, die is een beetje hazy. Heel mooi gefilterd. Ik heb hem geproefd en ik viel bijna van de stoel. Zo lekker was die. Lovely bourbon. En dan gaan we back to Scotland. En dan hebben we de Macallan. Macallan Lumina, dames en heren. De nieuwe serie. Heel mooi. Eiken. 3 verschillende vaten. Amerikaans, Europees en Macallan Hogshead. Ben heel benieuwd. Dat wordt een topper. Ja, dames en heren. Elke keer heb je weer een pareltje. Kijk naar dit pareltje. Highland Queen. Ja, vind jij ook, hè, Scott? En deze Highland Queen is een blended whisky van 30 jaar oud. Daar zijn we trots op. Op deze 30 jaar, of niet, Scott? Ja, maak even een rondje van de zaak, jongen. En als we die overleefd hebben, dan komen we bij de real deal. Kijk naar de color. It's Deanston. It's red wine. Niet zo heel veel flessen van in de wereld. Maar wij hebben ze vanavond. Plus 58,7%. Rode wijn. Zoet. Rijk. Zelfs een beetje mint heb ik erin geroken. En dat wordt dan vervolgens met heavy alcohol. En dan, het kan niet op. Rock Oyster. 18 jaar, dames en heren. Jura, Arran, Orkney, Islay. Schitterende whiskies. Tenminste 8 jaar oud. Ja, bij Douglas Lang hebben ze er iets moois van gemaakt. Men zegt, dames en heren, elk jaar moet 1 seconde op de tong. Dus heb je een 18 jaar oude whisky, doe hem eens 18 jaar op je tong. Nou, ik kan u bij deze zeggen, u weet niet wat u meemaakt. Lovely, lovely. En dan eindigen we met de Laphroaig 1850 Legacy. Gemaakt ter ere van alle distilleries van Laphroaig. Dit is een mooie, dit is rijk en dit is worth the price. En dat is die ook naar. Mooie proeverij vanavond. Ik ben er extra trots op. Of niet, Scott?